In deze video ga ik het hebben over je backend. Ik zeg altijd geen business zonder backend. En wat ik bedoel met backend is dat je meerdere producten nodig hebt om aan jezelf de klanten te verkopen. Heel eerlijk, je zult niet een hele succesvolle, winstgevende, lucratieve business gaan opzetten met één simpel e-boekje. Of je moet heel veel mazzel hebben. Stel je voor dat het wel lukt, dan om mega succesvol te worden zul je meerdere producten moeten hebben. En waarom zeg ik dat? Als iemand klant bij jou wordt en ze kopen een product van jou, bijvoorbeeld een e-book of een video of wat dan ook, DVD, boek, en ze kunnen daarna kunnen ze niets meer van je kopen, ja, dan is het in feite ook niet meer een klant, want ze kunnen niks meer bij je kopen. Dus wat belangrijk is, dat als jij een klant krijgt, dat die ook in staat is om een volgend product bij jou te gaan kopen. En dat hoeft niet direct klaar te zijn, ik bedoel, dat is niet waar je per se mee moet gaan starten. Alleen, je gaat echt veel meer winst draaien op het moment dat je meerdere producten aan dezelfde klanten kunt gaan verkopen. Nou, waarom? Heel simpel. Je hoeft geen marketing meer uit te geven, geen marketingbudget meer te spenderen aan je bestaande klanten. Daar heb je al geld voor uitgegeven via de zoekmachines, via adverteren of op andere manieren om die klant binnen te halen. En dat bedrag wat je hebt gespendeerd om die klant binnen te halen, dat trek je af van het verkoopbedrag van je eerste product. Stel je voor dat je 10 euro hebt gespendeerd om een verkoop van 20 euro binnen te halen, heb je 10 euro marge. Maar als je vervolgens een ander informatieproduct van bijvoorbeeld 50 euro verkoopt, ja, is volledige marge, omdat je geen marketing er meer voor hoeft uit te geven. Dus het verkopen van een tweede product is altijd, laten we zeggen meestal altijd, veel lucratiever dan de eerste verkoop. Dus iemand koopt een product bij je, zorg ervoor dat ze ook een tweede, een derde, een vierde, een vijfde, een zesde, een zevende, een achtde product bij je gaan kopen. Hoeft niet binnen een week, hoeft niet binnen een maand, kan over meerdere jaren. Ik heb klanten die in 2006 klant bij mij zijn geworden en nu nog steeds op mijn seminars komen bijvoorbeeld en mijn nieuwe producten kopen of gebruik maken van mijn nieuwe diensten. En dat is natuurlijk fantastisch. Dus zo kun je ook gaan kijken van wat is een klant je waard. Zo kun je echt gaan kijken van oké, hoe kun je de klantwaarde verhogen. En als je dat één keer weet, als je die cijfers weet, kun je ook veel meer gaan spenderen aan marketing. Als je meer kunt gaan spenderen aan marketing, kun je veel meer traffic gaan kopen, kun je veel groter gaan en kun je een veel grotere business neerzetten. Dus geen business zonder backend. Zorg ervoor dat je een marketing funnel hebt. Iemand koopt dit product. Oké, wat is een goed vervolgend product voor diegene om te kopen? En daarbij is het dus interessant om naar verschillende soorten producten te gaan. Inhoud kan enigszins overeenkomen. Het moet niet één op één hetzelfde zijn natuurlijk. Maar kan enigszins overeenkomen. Maar het kan zijn dat als iemand een e-book bijkoopt, dat ze daarna bijvoorbeeld online videoprogramma bijkopen, waar je iets specifieker of iets dieper erop ingaat. Dat ze na de tijd een keer naar een seminar van je gaan. En dat ze uiteindelijk misschien wel een heel groot pakket van je kopen. Met allemaal DVD's en CD's. En het kan, weet je, er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Het ligt helemaal aan de markt waar je in zit. Maar zorg ervoor dat je uiteindelijk op lange termijn een backend gaat creëren. Dus mensen meerdere producten bij kunnen gaan kopen. Nou, naast dat het interessant is om dan op lange termijn meer aan hun te verkopen, is het ook interessant om dan upsells te doen. Dus iemand koopt een product bij je en dat je bam direct een nieuw product kunt gaan aanbieden. Van oké, je hebt net dit product gekocht. Omdat je net dit product hebt gekocht, krijg je dit product met 50% korting. Klik hier om dit te kopen. Er is altijd een conversieratio. Dus altijd een percentage van mensen die zoiets heeft van oké, dit vind ik interessant, ik ga dit kopen. En daardoor wordt je transactiewaarde van je verkoop vele malen hoger. En dat is interessant. En daarom is het belangrijk voor jou om na te denken, oké, wat wordt mijn productportfolio? Dus voordat je met deze stappen bezig gaat, maak voor jezelf een plan. Een plan met het aantal of het type producten die je gaat aanbieden. Ook de titels van de producten. Dus zorg voor dat je een beetje een overzicht hebt voordat je gaat starten. En dan is het belangrijk om met stap 1 te beginnen. Maak product 1. Dan stap 2 natuurlijk. Zorg voor dat je een thuisbasis hebt. Stap 3. Bouw een mailinglijst op. Heb je die mailinglijst en je maakt stap 4. Nieuwe backend. Kun je aan die mailinglijst kun je een nieuw product verkopen. Direct marge, direct omzet, direct winst. En dat is natuurlijk waar we naartoe willen. Dus korte video, maar wel een hele belangrijke video. Dus stap 4 is echt creëer een backend. Maak meerdere producten in dezelfde markt die je aan dezelfde klanten kunt verkopen. En dat is echt waar je de winst gaat pakken. Succes. En op naar de volgende video, de vijfde video. En die vijfde video is ook een hele belangrijke.